Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Schreef Bello van Zuylen in een brief aan de Schotse schrijver James Boswell. Hij was een van de vele mannen die haar een huwelijksaanzoek deed. Een aanzoek wat 8 pagina's stelde en waarin stond dat zij geen contact mocht hebben met andere mannen zonder zijn toestemming. Om je maar een idee te geven. Isabel Agneta Elisabeth van Tuyl van Zeroskerken, geboren op 20 oktober 1740... als oudste kind van 7 in een adellijke familie die voornamelijk hier resideerde, het prachtige slot Zuylen. En dus ging zij de geschiedenis in als Belle van Zuylen. Ze schreef brieven, fabels, novelles, pamfletten en toneelstukken. Ze kon uitstekend schilderen, maakte portretten van anderen en zichzelf. Maar een van haar favoriete bezigheden was componeren. Belle van Zuylen, een prachtige denker uit de tijd van de verlichting. En die komt gewoon uit Nederland. Je kunt haar slot gewoon iedere dag bezoeken. Hoe cool is dat? Maar ze uit zich niet in het Nederlands. Nee, dat vond ze te begrensd. Ze sprak en schreef in het Frans, de taal die in alle salons werd gesproken. Geen grenzen. Want daar hield Belle niet zo van. Belle groeit op tussen de kunst en tussen de boeken. Op haar 22e verschijnt er zelfs een van haar hand. Maar haar naam staat niet op de kaft. Want het boek, getiteld Le Noble, de adel, is een satire op haar eigen milieu. Ik zei het al, Belle hield niet van grenzen en zeker niet tussen mensen. Standsverschillen. Haar boek doet het goed, maar er is één iemand die zich er hard voor maakt om zoveel mogelijk exemplaren te vernietigen. Haar vader. Het idee dat zijn dochter zijn milieu belachelijk maakt, kon hij niet dragen. Maar de vraag is, maakt ze dat milieu ook echt belachelijk? Of is het een waarschuwing? Want Belle voelt de tijdsgeest uitstekend aan. Haar boek Le Noble verschijnt in 1763... Het moet dan nog een kwart eeuw duren voordat de Franse revolutie uitbreekt. Belle weet echter al dat de stands- en klassenverschillen van dat moment niet meer houdbaar zijn. En de revolutie, die later heel Europa zou overspoelen, die revolutie zal haar gelijk geven. Belle was natuurlijk meer dan een leuke society chick. Vanuit dit kleine kamertje waar we nu zijn, uitkijkend op de slotgracht, correspondeerde zij met de grote denkers van haar tijd. Bijvoorbeeld Voltaire, schrijver van Candide, of Jean-Jacques Rousseau. Beide voortrekkers van de verlichting in Frankrijk en Europa. Zij schreef met de grote vernieuwers. Net als in een sprookje kreeg ze vele huwelijksaanzoeken. Graven, baronnen, alle edellieden, groot, klein, dik en dun, ze dongen naar haar hand. Zijn hier waarschijnlijk besproken aan de eettafel. Belle wist wat een huwelijk voor haar zou inhouden. Het beknotten van een geestelijke vrijheid. En dus wezen ze allemaal af. Maar uiteindelijk trouwt ze toch. Met Charles-Emmanuel de Charrière. Een voormalig huisleraar van haar broers. Een gelukkig huwelijk? Nauwelijks. Het was eerder een deal. Zij behield haar vrijheid. Hij kreeg een soort huwelijk. Maar echt geslaagd was het niet. Ze bleven kinderloos. En haar man was uiteindelijk niet aanwezig op haar begrafenis. Belle woonde hier op slot Zuylen tot haar 31ste. Toen vertrok ze met haar echtgenoot naar Zwitserland. En in de 34 jaar die haar nog restte, zou ze nooit meer op deze plek terugkeren. En ze misten het. Ze misten de muren vreselijk. En daarom klinkt haar muziek vandaag juist hier. Maar haar vrijheid van denken, daarvoor wilde ze iedere prijs betalen. En dus gaf ze met pijn in het hart, maar ook met liefde, haar verblijf op slot Zuylen op.